en de strijdbijl. Die sinds een paar weken zich ook druk maakt voor dieren. En altijd dus begint met het dier van de week, Bert Kleine. Die zich inzet voor de tak- en thuislozen uit de dierenwereld. Goedemiddag, donderdag 15 april. Het is weer rond de 5 uur op de klok op deze zender op Mystère Televisie. En u kijkt naar de 15e aflevering in de eerste jaargang van het programma Strijdbijl. Vandaag met Helene Vermeer, Emilio Morales en Bert Kleine. En natuurlijk een aantal gasten. Ik zal u kort vertellen waar we vanmiddag over gaan praten. We gaan spreken over gokverslaving en dan in het bijzonder ja, met gokkast en dat soort zaken en de problemen daarvan. We spreken ook met meneer Peter Verhoogd van het Rode Kruis afdeling Amsterdam over het concert volgende week en de activiteiten die daaromheen voor de Kosovo-slachtoffers worden georganiseerd. En we hebben het over de ANBO, de bond van 50-plussers en nog wat andere korte dingen. Ik heet u van harte welkom. Naast me, om mee te beginnen, zoals iedere donderdag gebruikelijk is geworden in dit programma, het asieldier van de week. En ja, Peter Kloosterman, van harte welkom weer. Vandaag met... Met Beauty. Beauty is een teef van 10 jaar oud. De eigenaar heeft er afstand van gedaan in verband met het verhuizen naar een bejaardentehuis toe. En jammer genoeg kon zij de hond niet meenemen. Het is een ontzettend lief beest. Ze moet eerst goed wennen aan je, maar daarna is het ontzettend lieve hond. Ik zou hem niet plaatsen bij kinderen, want ze vindt niet alle kinderen even lief. En ook niet bij katten. Maar voor de rest is er eigenlijk niks mis mee. Dus ik hoop dat Beauty vrijdag na 10 uur een leuk, gezellig baasje krijgt. Hoe lang is Beauty te gast geweest eigenlijk in het dierenopvangcentrum? Zo'n 4 à 5 weken. Is dat kort? Is redelijk kort, ja. Maar ze zit nog wel bij ons. Dus we hopen ook dat ze dat ze snel weggaat. Maar gemiddeld blijven ze toch 8, 9 weken zitten. Maar we hadden kort geleden, vorige week, de poes. Ja. Wilhelmina, daarvoor Sydney, ja, die Cocker Spaniel. Maar die hadden toch beide lang in de polderweg gezeten, een jaar zo'n beetje. Hoe kan dat? Die vrouw die was uit huis gezet en die had wat psychische klachten. En ze wou eigenlijk geen afstand doen van de hond. Dus ze hebben altijd in pension gezeten. En na een jaar hebben we toch min of meer aangedrongen om afstand van de hond te doen. Want het hondje was al niet zo gek jong. En om nou de rest van zijn leven in het asiel door te slijten, dat is ook niet de bedoeling. Dus na een jaar is er eigenlijk is er afstand van gedaan. En nu proberen we haar te plaatsen. Blijven honden vaker langere periodes op de polderweg of over het algemeen? Even doorsnee genomen, hoe lang blijft zo'n hond of poes bij jullie? Dat is wisselend. Jonge beesten die gaan vrij snel. Kleine hondjes gaan ook vrij snel, maar de grote honden, vooral in de omgeving van Amsterdam, is het vrij moeilijk plaatsen. Dus dan is het toch gemiddeld 2 maanden dat ze hier zou zitten. Maar het kan ook zo zijn dat het een oerlelijk hond is voor de meeste mensen, maar er komt iemand binnenstappen en die valt daarop. En dan is de hond meteen verkocht, dus dat kan ook binnen 2 dagen zijn. Maar door de bank genomen is het ongeveer 2, 3 maanden. Een andere vraag nog even. Als je het asieldier van de week afhaalt, daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Je kunt geloof ik ook een gedragsanalyse laten maken. Klopt dat? Vertel hier eens wat over als je wil. Nou, de gedragsanalyse, daar zijn we nu druk mee bezig. Via Doreen Planta. Die heeft een bepaald gedragscursus, of tenminste een gedragsrapportje opgemaakt. En daar willen wij mee gaan werken. Dus het is nog niet bezig. We zijn er nog niet echt mee bezig. Maar we gaan er wel in de toekomst aan werken. Om terug te komen op de prijs van de hond. Alle honden zijn bij ons 185 gulden. En dan zijn ze ingeënt en getatoeëerd. En dan komt er alleen eventueel nog een riempje bij. Ja, goed. Maar ik meende in de krant wel eens te hebben gelezen dat het asieldier 60 gulden was, toch? Ja, dus de speciale prijs voor het dier van de week, dat is 120 gulden voor de hond en 60 gulden voor de kat. Ah, daar zit een verschil tussen. Daar zit een verschil tussen, ja. Ik weet niet of jij uit je hoofd zo jullie e-mailadres weet. Jullie hebben een e-mailadres, geloof ik, hè? Weet je welk adres dat is? Nou, dat kunnen we misschien volgende week, want dan gaan we waarschijnlijk op reportage in het dierenopvang Polderweg. En dan kunnen we dat zeker in beeld brengen. Nou, ik zou zeggen, 10 jaar oud is ze. Beauty is haar naam. Trouwens, het ras. Ja, het is een bastard Duitse herder. Er zit vrij veel Duitse herder bloed in. Maar het is gewoon een gezellige bastaard van 10 jaar oud. Een leuke, lieve hond.
Ja, en hij kan wel, of zij, een jaar of 15 ja, worden. Jawel hoor, ze is nog kerngezond. En ze kan zeker nog 5, 6 jaartjes gezond mee. Nou, graag tot volgende week. En Beauty is dus morgenochtend vanaf 10 uur tussen 10 en 12 en tussen 2 en 4 af te halen op het dierenopvangcentrum Polderweg nummer 120. Tot volgende keer. Dankjewel. Oké, tot ziens.